En Suriname bezit nog steeds de status vrij van mond- en klauwzeer, zonder vaccinatie. Dit werd bevestigd op de jaarlijkse vergadering van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid te Parijs. Suriname werd vertegenwoordigd door het waarnemend hoofd van de veterinaire dienst, Giana Karg. Deze officiële erkenning is van groot belang voor onze exportmogelijkheden. De export van Surinaams varkensvlees en producten naar de regio is in februari 2019 goedgekeurd, mede dankzij het behalen van deze internationale erkenning. Voor ons land is het wel noodzakelijk dat deze status behouden blijft. Suriname zou deze status kunnen verliezen indien er bijvoorbeeld dieren van een mindere status aan onze veestapel worden toegevoegd. Binnenkort zullen wij met Latijns-Amerika verbonden zijn via Copa Airlines. De Johan Adolf Pengel International Airport zal dus opengesteld worden voor dit deel van de wereld, waar er heel wat ziektes zijn die wij in Suriname niet hebben. We zullen dus extra alert moeten zijn, zodat ons land de status van vrij van mond- en klauwzeer niet verliest.